We gaan investeren $25.000 in elk platform. Ja. Dat is het idee. Ja. Dus we hebben 4 platformen, investeren we in totaal dus een ton. Die gaan we gewoon naast elkaar leggen. En we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Hey, welkom bij Doublecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video, of misschien moet ik eigenlijk zeggen in deze videoserie, met geld maak je geld, gaan we het hebben over hoe je geld maakt met je geld. Ja. Nee, we gaan het met jullie hebben over een manier van geld verdienen in mindere tijden, in situaties waarbij je niet kan traden. Misschien kan je helemaal niet traden. Maar er zijn altijd mogelijkheden om geld te verdienen. Wat kon je vroeger doen als je niks kon? En je wilde toch een beetje rendement behalen. Je kon het gaan laten beleggen. Mm-hmm. Je kon er ook voor kiezen om bij de bank een deposito te nemen. Dan mm-hmm. kon je dus voor een bepaalde tijd een bedrag vastzetten. En dan kreeg je een hogere rente. Mm-hmm. Dat soort dingen zien we ook vaker terug in de wereld van blockchain. Ik zou zeggen crypto. Ja, oké, de stablecoins die je daar kan gebruiken is ook crypto. Dus in de wereld van crypto zien we dat ook steeds vaker terug. Maar een tijdje geleden heeft Chris een post gemaakt. En dat was deze post. En deze post heeft ons aan het denken gezet. En deze post heeft ervoor gezorgd dat wij op een leuk idee kwamen voor een nieuwe serie. We willen zelf altijd zorgen dat het geld in beweging blijft. En dat we zorgen dat we rendement blijven maken. Dus we hadden zoiets van, kunnen we niet iets leuks verzinnen? Dat we een nieuwe serie gaan maken. En dat we gaan testen voor jullie wat dat soort platformen doen. En wat het je oplevert. Ja, want je kan altijd wel een heel leuk een review maken ergens van. Maar uiteindelijk levert dat niks op. En jullie zijn van ons gewend. We doen altijd series. Dus we testen het ook gewoon. Ja, het gaat ook niet om een review of een promo. Natuurlijk. Nee. Jullie kunnen deze platformen zelf gaan proberen als je dat leuk vindt. Staat je helemaal vrij. Maar dit is bedoeld om te gaan testen en te gaan laten zien en de comparison te maken tussen een wat je een echt kan platform. Verwachten. Ja. Kijk, gewoon eerlijk. We hebben dit al vaker laten langskomen. Maar ik heb het zelf ook al een beetje getest en ik ben daar best wel te spreken over. Is dit voor iedereen geschikt? Nou ja, er is nooit een one-suits-all solution. Weet je, het hangt er al af. Ben jij een trader? Ben jij een holder? Bewaar je je funds op de exchange? We zien gewoon dat er heel veel mensen dat doen. Staat het daar dan echt stil? Doe je dat dus voor de long term of doe je dat voor de short term? Dat gaat gaandeweg deze serie gaan we dat allemaal behandelen. Het gaat er gewoon om als jij niks met je funds doet. Zelfs voor actieve traders. Hè? Want als trader trade je vaak met een deel van je portfolio. Niet met je gehele portfolio. Als je daar een deel van kan wegstallen en je kan daar rente over krijgen. Ja, ben je gek als je het niet doet. Laat je het stilstaan in een wallet en doe je er niks mee? Of als het toch op dat platform staat, laat het dan steken en dan krijg je gratis rendement. Het staat daar toch. Ja, we hebben natuurlijk in het verleden, zoals ik al eerst al aangaf, hebben we dit al een paar keer gedaan. Heeft ons echt geen winst aangelegd. Hebben we toen heel veel geld mee verdiend. Ja. Mede omdat we ook natuurlijk, je neemt ook een factor Bitcoin mee. En dat maakt het gewoon heel erg interessant. Dat gaan we in deze serie ook absoluut zeker doen. Wat we gewoon gaan doen, wat de setup is gewoon. We hebben gewoon 4 random platformen uitgekozen. Die gaan we gewoon naast elkaar leggen. Ja. Daar gaan we geld in stoppen. En we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En we wilden daarbij zorgen dat we niet alles wat voor de hand liggend is meenemen. We hebben 2 iets bekendere platformen meegenomen. En 2 iets minder bekende platformen. Ja. En we gaan kijken gewoon het gedurende een jaar lang. We gaan een jaar lang deze serie maken. Iedere maand maken we een recap. We gaan investeren $25.000 in elk platform. Ja. Dat is het idee. Ja. Dus we hebben 4 platformen. Investeren we in totaal dus een ton. Dat doen we niet in US dollar alleen. Nee. 50% van die investering gaat op elk platform in US dollar, dus in USDT. En 50% gaat in Bitcoin. Ja. Dat is wat we gaan doen. Setup dat is heel simpel. Dus we stoppen overal gewoon hetzelfde bedrag in. Ja. En we kijken gewoon gaandeweg. De verschillende platformen bieden ook verschillende opties. Rentestanden zijn ook allemaal net iets anders. En aan het eind van de rood kijken we gewoon, oké, nou, wat vonden we prettig in gebruik? Waar heb je de meeste rente gekregen? En dan is het aan de mensen uiteindelijk om te kiezen, nou ja, dit vind ik een goede partij. Gaan we het hebben over onboarding op de platform? Hoe werkt het? Hoe ziet het eruit? Etcetera, etcetera. We hebben 4 platformen, zoals gezegd, uitgekozen. 1 daarvan is
Crypto.com. Grote jongen. Is een hele grote jongen. En we hebben het daar al vaker over gehad. Je kan je funds locken. Je kan extra rendement krijgen. Wat natuurlijk heel prachtig is op dit soort platformen. Als je in de native token steekt. Gaan we niet doen. We gaan echt met de US dollars die we hebben en met het stukje Bitcoin wat we hebben, gaan we dat doen. Onderin kan je een x-aantal berekeningen kan je maken en daar komen dus verschillende rendementen uit. Als jij dus met Crow gaat steken, krijg je een hoger rentepercentage dan dat je dat niet doet. En je kan hier gewoon zien, oké, als ik dus met meer Crow ga steken, krijg ik meer rendement als dat ik, kijk bijvoorbeeld naar Bitcoin 4,5. Als je dit omhoog gooit, krijg je dus meer rendement. Ja. Dit gaan we dus niet doen. We gaan het wel lokken. Ja. Want het maakt voor ons niet uit. We gaan dat in Tether gaan we dat doen. Ja. En een dollar blijft een dollar. Ja. Dus of het nou gelokt staat of niet. Met Crow was het zo van oké, als ik het eruit wil halen, kan ik het er niet uithalen. Heb ik een probleem. Gaat Crow ineens 500% up en wil je het eruit halen? Dat gaat niet. Dat kan niet, want het staat gelokt. Mijn Bitcoin en mijn USDT wil ik toch houden. Dus het maakt niet uit dat het gelokt staat. Oké, dus door dat lokken krijgen we een extra stukje rendement. Dit gaan we wel doen. Dan kijken we naar Nexo. Ja. Ook zo, ja. Kijk, de platformen zijn allemaal vergelijkbaar. Er zitten allemaal kleine verschillen in. Dit is bijvoorbeeld een platform. Crow heeft dat ook, maar Nexo heeft dat ook. Waar een native token achter hangt. Die gaan we sowieso niet gebruiken. We gaan in de serie dus geen native tokens gebruiken. Waarom niet? Omdat je dan vastzit aan die token. En dat wil ik niet. Nee, ik wil mijn Bitcoin positie en ik wil mijn stablecoin positie uit laten groeien. De native token, Nexo in dit geval, hoef ik niet. Nee. Die fluctuatie die daarin zit, vertrouw ik niet of zo. Weet je, hoef ik niet. Ik ben niet hier om in Nexo te investeren. Nee. Ik wil mijn Bitcoin steken en mijn US dollar steken om te zorgen dat dat groeit. Ja. En we nemen de helft USD mee, omdat we zoiets hebben van mensen die graag geld op de bank laten staan, krijg je niks meer. Je kan je geld ook op een enigszins veilige manier wegzetten en daar gewoon rendement over vangen. Dus dat is wat we hier gaan doen. Dan hebben we U-Hodler. Ook zo'nzelfde soort platform. Hier zitten wel iets meer, wat complexere producten aan vast. Een hefboom systeem zit erin. Maar dat gaan wij voor nu ook niet gebruiken. We gaan voor nu kijken, ook hier, naar de interest rates met het steken. Ja. Dus de USDT en de Bitcoin. Bitcoin. En in deze aflevering focussen we ons even op deze twee platformen. Ja. De laatste twee. Ja. U-Hodler en Capital. En in de volgende aflevering, kort hierop, gaan wij die andere twee platformen introduceren. Ja. Dus deze hebben we ook gezien. Dan hebben we Capital. En bij Capital zien we op de website iets minder dan draait meer om. Veel dingen gaan in de app, inderdaad. Dus we gaan dadelijk ook in de app laten zien hoe wij swappen. Want we moeten nog een gedeelte van de funds moeten we swappen richting Bitcoin. De rentes die we hier krijgen, het is allemaal redelijk om het eens. En daarom vind ik juist die comparison zo leuk. Want er komt aan het eind gewoon uit, oké, dit is hoe het is. Ja, maar dat is ook wat wij altijd zeggen. Weet je, we hebben al vaker gezegd bijvoorbeeld bots. Nou ja, wij willen best misschien een keer een bot uit gaan testen. Ja. Maar we zeggen wel eerlijk hoe het zit. Ja. Is het goed? Is het goed? Is het niet goed? Is het niet goed? Ja. Heel simpel. En met dit is het precies hetzelfde. We kijken aan het einde van de rit wat eruit is gekomen. En dan kunnen jullie voor jezelf bepalen. Dat is ook graag hoe wij graag te werk gaan. Je kan niet... Open en eerlijk. Maar je kan ook niet na een week zeggen, oké, dit was zo nice. Nee. Dat gaat bij dit soort platformen niet. Dat moet je gewoon echt een jaar lang testen. En dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Goed, laten we beginnen met U-Hodler. Laten we daar even gaan kijken naar de funds. En laten we die funds eventjes gaan swappen. En direct het hele gebeuren in werking zetten. Ja, want alles staat nu nog In USDT. USDT. Ik denk dat we het eerst maar gaan wisselen. Switchen. Exchange gebruiken we. 25k, de helft moet dus naar Bitcoin. Dan doen we 50%. Is best wel easy eigenlijk ook. Weet je, je kan alles hier gewoon aanklikken. Nou, doen we hier nog even agree. Convert to Bitcoin. Even wachten. Processing. En dan krijgen we direct al allerlei pingeltjes en trillertjes. En dan wordt dat omgezet, dan wordt dat geregeld. Ik denk dat dat met een paar seconden gebeurd is. Dan moeten we nu
We moeten nog wel een stap doorlopen. Ja. Als het eenmaal in je wallet staat, moet je nog sign agreement doen. Het staat nu in stake. Er staat dus nu ook nog nul verdiend tegen die rente. Dat is logisch, want het is pas nu net vastgezet. Ja. Doen we dat, herhalen we dat ook bij... je hoeft het maar één keer te doen. Ja, Bitcoin is al actief. Dus je bent dan gelijk alles aan het steken. 4,8% krijgen we hier. En op de stables kregen we 12,3%. Het is nu officieel begonnen. Bij Capital gaan we ook even kijken. Alleen bij Capital werkt het via de app, wat ik net al zei. Ga ik even richting de app. Zorg ik dat ik mijn screen even record. En jullie zien dat dus nu in beeld. Dan kan ik met jullie delen wat daar gebeurt. Gaan we hier richting de wallet. Gaan wij richting convert. Bitcoin moet geconvert worden. Nee, USD moet geconvert worden richting bitcoins. 12.500. En dan converten we die daar ook. Kijken of het daar iets sneller gaat. Go to wallet. Daar staat het direct al, direct al omgezet. Kunnen we dat dan via de website wel in werking zetten? Of moeten ik we ga het even ook kijken. Via de app doen? Ik ga even kijken. Ik ververs hem even. Nee, het staat erin. En dan moeten we via de app starten, denk ik. Okay. Ja, alles via Capital gaat alles via de app. En het voordeel daarvan is dat je het eigenlijk altijd bij de hand hebt, natuurlijk. Ja. Oké, als wij richting producten gaan, dan scrollen wij naar beneden en dan zien wij hier de fixed savings. Als we dan kijken naar het USD-gedeelte, dan zien we dat we een yield boost krijgen van 3,9 voor 7 dagen. Dus volgens mij is het handigst nu, want voor ons is het ook maar testen. Hè? Ja. We gaan het nu ook allemaal testen en zien. Het handigst om deze te pakken, want we krijgen dan in 7 dagen 12%. Even kijken hoor. Fixed tenor with stable interest, subscribe 1 USD to earn. Oké. Subscribe. Brrrt. Gooien we de hele bubs daar volle bak. Een volle bak. Wat is dit? Ja, auto-renew. Die moet aan. Ja, laten we even aanstaan voor nu en dan kijken we even wat er na 7 dagen gebeurt. Oké, subscription succeeded. Deze staat aan. Dat is mooi. Dan gaan we naar check my savings. Oké, dat staat hier. Interest at maturity. Oké. Nice, nice. Dan gaan wij richting het Bitcoin gedeelte. Daar zien we op bijna alle platformen dat het iets minder is. Ja. Maar goed, we gaan daar gewoon denk ik voor de 30 dagen 2,5%. Jawel. En that's it. Ik moet zeggen, het gaat wel makkelijk, vind ik. Het gaat wel het gaat snel. Ja, de wallet is leeg. Ja. De koek is op. Nee, het staat natuurlijk nu in het stakingsgedeelte. En dat zien we op dat dan hier. Ja, dat ook zien we kan hier zien. Op de portfolio. Okay, ik heb hier, dat kan ik hier dus wel zien dan. Oké, nice. En dat kan ik hier ook wel weer een nieuwe. Alleen ik moet het dus via de app erin zetten. En dan kan ik het eenmaal wel bijhouden. Ja, ik zal er één keer in beeld laten brengen hoe het via de app eruit ziet. Want als je op de homepage bent, zie je dus dit, wat we hier nu zien. En ja, ik vind het eigenlijk, dit ging best wel handig. Dit ging best wel vlot. Absoluut. Hier gaan we dus in de volgende recap naar kijken wat er gebeurd is. Ik denk ook dat het makkelijker is om op dat moment te praten over, oké, wat hebben we gezien? Wat vinden we tot nu toe van het platform? Waar vinden we alles terug? Dat kunnen we ook pas zien als het is gebeurd. Het is er nu nog niet. Dit is de opstartfase. Maar dit ging vrij easy. Kijk, we hebben nu de eerste twee platformen meegenomen. Capital en YouHodler. Ja, als jij een wallet of een exchange wallet kan beheren, piece of cake. Ja, en er zitten hier en daar op de platformen een aantal features, zoals bijvoorbeeld dat multi-hodl. Als je dat soort dingen toepast, kan je nog iets meer rendement genereren. Ja. Dat is hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld bij crypto.com bijvoorbeeld een native token gebruikt. Ja, dat kan allemaal. Ja. Wij gaan dat niet doen, maar de opties zijn er wel. En die opties die gaan we ook even langslopen bij alle platformen uiteindelijk om het te laten zien. Maar de eerste twee platformen die draaien. En de andere twee platformen gaan we van de week doen. Ik ben benieuwd. Ik vind dit ik weer vind leuk. Ik vind het altijd leuk. Weet je wat het is? We zijn begonnen met een serietje altcoins. Ja. En we zijn nu begonnen met deze serie. Ja. Nee, maar de ene manier is natuurlijk... We investeren in altcoins ook. Is wel iets passiever. Maar we zijn... Eigenlijk hebben we al in heel veel series al heel veel traden laten langskomen. We laten nu een beetje investeren in altcoins langskomen. En we laten echt het hele passieve werk zien. Jongens, boom. Ik zet het daar neer. Kijk er niet meer naar om.
Hebben we ook nog gehad vorig jaar. Serie passief inkomen. Hebben we ook laten zien. Ja. Dus wij vinden het altijd leuk om series te maken. En terugkerende items te kunnen verzinnen voor jullie. Een van die dingen is dus het steken. En we gaan kijken hoe het gaat lopen. Ik vind het leuk. Ik hoop dat jullie dit soort serietjes ook kunnen waarderen. En dat jullie hier weer lekker op gaan. Smash even op de duim in ieder geval als jullie dit tof vinden. Abonneer voor het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wij gaan gewoon weer open, eerlijk laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Zoals we dat altijd doen. Goed. Smash even op de duim. Abonneer even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug. Richting www.dopecash.nl en richting deze platform. Op dopecash.nl vind je ons leerprogramma, Discord kanaal, supportlinks, et cetera, et cetera. Bedankt voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. Later. Later.